sta aan de hoek bij het restaurant Chez Henri. Het is toch, nee, gewoon Henri. En hier begint de Oppumstraat. We zijn in de Rue de Flandre, de Vlaamse steenweg. En daar de Léon Lepagestraat. Dus echt het, ja, wat dat we noemen Quartier Sainte-Catherine of de Dansaar. En hier in de Oppumstraat is Super Penthouse. Kom maar. Het is echt wel een zeer gegeerde buurt om te wonen. Vooral omdat met de restaurantjes en de cafés die er zijn, in niet-coronatijden natuurlijk, is echt wel het wonen in het centrum super aangenaam. En die lifestyle, dat trekt veel mensen aan, merk ik. Deze penthouse, in het gebouw hier achter mij, is dus in een residentie. Een gebouw dat ze totaal hebben gerenoveerd. Van dak tot helemaal beneden, alles is nieuw. Met voordeel dat je in de toekomst ook nooit meer kosten gaat hebben. Hier om de hoek aan de Vismarkt. Superveel restaurants en ook heel veel beweging, altijd iets nieuws en iets. Deze vind ik zo aantrekkelijk. Aan deze buurt is het veranderd constant. En dat is echt wel leuk. Kom mee binnen. Het is echt een superhoge inkomdeur. Ik vind dat. En zo, die gekoten aluminium is echt wel... dat heeft iets zo. Dat ziet er nieuw uit. Het appartement hier is het penthouse, dus het bovenste verdiep. En heel tof. Je kunt met de lift rechtstreeks binnenkomen. Kom maar mee. Derde verdiep. Het is langs daar binnenkomen en langs hier buiten gaan. Voilà. Vanuit de lift kom je direct in je appartement binnen. De keuken is langs daar. En alle andere ruimtes, langs hier. Dus je kunt binnen langs de lift. Maar je kunt ook langs uiteraard een klassieke traphal binnen gaan. En die traphal is dus deel van het gebouw dat al volledig gerenoveerd is geweest. Dus deze centrale hal, de centrale gang, verbindt de verschillende stukken van de penthouse. En je gaat merken, het is niet zo gelijk een loft penthouse, zodat je alles in één ruimte hebt. Er is heel veel plaats, bijna 200 vierkante meter. En die is verdeeld in verschillende stukken. En dat maakt het dat je zo echt ruim leeft in heel gezellige stukken van het huis. Eerst en vooral de technieken. Ik zei, het is een volledig gerenoveerd appartement. Het is eigenlijk meer dan dat. Het is volledig nieuwbouw. Omdat de bestaande structuur is gebruikt geweest, maar alle rest is nieuw. De vloer bijvoorbeeld, dat is polybeton en gepolijst. En die is zo gekozen omdat eronder zit vloerverwarming. Die je kunt bedienen hier of waar dat je wilt met een soort bakje dat je overal naartoe mee kunt nemen. En dat je ook van op afstand met je gsm kunt aanzetten. Je zit met een controlebord voor de motica, waar je verschillende zaken kunt bedienen. Bijvoorbeeld, ik zeg, ik wil de badkamer, het licht aan doen, dat kun je hier doen. Dat kun je ook, by the way, vanop je gsm. Nu gaan we langs hier verder, naar de living. De living is in verschillende stukken ingedeeld. En je ziet, het is een lege ruimte. Dus je kunt eigenlijk nog zelf bepalen, in functie van wat je wilt, is waar plaats ik wat. Dus die grote lege ruimte zou ik gebruiken voor een deel living. En hier, onder de luster, eetkamer. Maar eigenlijk, dit is de keuken. Hè. Ik vind het beter dat je zo je keuken zelf kunt kiezen bij zoiets. Het is nieuw, dus kies hoe wilt je het. Hier kan een eiland komen, obviously. En het is voorzien dat je kunt afvoer, dus je kunt je spoelbak zetten, je kunt je vaatwasser zetten, je kunt ook water aanvoeren voor de kranen, elektriek. Je kunt hier een kookplaats zetten met een dampkap langsonder. Er zijn heel veel opties. En het is dan ook heel tof als je koopt, dat je zelf kunt kiezen hoe dat je het gaat inrichten. Hè. Wilt je daar je spoelbak, wil je dat hier, wil je je dampkap zo en je kookfornuis zo. Maar, zoals ik zei, ik zou hier een kookeiland maken, maar ik zou dat verlengen naar hier, onder de luster, dat je ook een soort eettafel hebt aan je keuken aangehecht. Aan je keuken is er een terras waar het er vanaf het begin van de namiddag supermooi zonlicht is. Toch wel een handig schuifraam. Houten terrasplanken. En hier, deze stuk, is totaal niet volgebouwd. Dus je ziet, de zon komt hier heel goed binnen. Tot laat 's avonds, als in het westen daar, heb je nog zonlicht van hier binnen. Het is echt wel bijzonder rustig. Want je zit aan de achterzijde. En dan kun je hier je op je gemak zetten in de zon. Maar pas op, het is niet het enigste terras. Er zijn er nog. Maar je zou denken, shit, die mensen hier aan de overkant, die hebben direct zicht op mijn terras. Nee, dat is uw eigen raam. We gaan daar zo'n beetje in rondgaan.
Nog iets dat mij opvalt hier, is het systeem van ventilatie. En hier zitten we in een systeem van ventilatie met warmterecuperatie. Dus op sommige plaatsen, je ziet die roostertjes hier. Hier wordt de vuile lucht weggezogen en naar buiten gebracht. En op andere plaatsen wordt er dan verse lucht binnengebracht. Maar geen koude verse lucht nemen, recupereert de warmte die in die weggezogen lucht is, om die terug over te brengen in de verse lucht van buiten. We gaan verder naar een ander gedeelte. Dus langs hier zijn we binnengekomen, langs de lift. En hier heb je de centrale hal, de living. En hier een ander stuk van de living. Of een bureau. Of een extra kamer. Kan ook. Dus hier, je komt langs hier binnen. En men heeft mij ook gezegd, bij de conceptie van het gebouw, is men zou hier, je kunt daar eten en hier maak je een gezelligere living. Kan ook. Of een bureel. Met ook nog zicht op de achtergevel. En er is een heel toffe feature hier in het dat men heeft ingebouwd, is dat indirect licht. Vind ik echt wel goed gedaan. Door die houten wand komen we terug in de centrale gang. Dat is eigenlijk de meest evidente weg naar het gastentoilet, zal ik maar zeggen. Op naar het volgende stuk. Dus deze is eigenlijk nog een kamer of ook een bureau. Nu, de mezzanine, hier is weer een andere sfeer als beneden. Want je ziet mijn houten vloer, een raamje met een acceptabel uitzicht. De badkamer die is volledig afgewerkt met Mortex. Een Mortex dat is volledig waterdicht, dus je moet dat niet betegelen. Het is ongeveer in hetzelfde materiaal dat men ook hammams maakt en dergelijke. Dus je kunt dat perfect zo laten. Je hebt een eigen toilet. Tweede toilet, er zijn 4 wc's in totaal. Nu gaan we verder naar de 2 grote slaapkamers. Dat is langs hier. De grote slaapkamer is langs hier. Dat is zo, mooie hoge deuren met ingewerkte scharnieren. Dat is echt een mooi detail. En zo kom je binnen in de grootste slaapkamer. Je ziet onder dat hele stuk. Die vloer is niet helemaal afgewerkt, omdat je kunt vanaf hier kasten inwerken. En daar natuurlijk het bed plaatsen. En je gaat zien, je zit redelijk zo ver van de straat dat het hier super rustig is. Zelfs als je het raam open doet. En dat is een serieus raam al, hè. 3-dubbele beglazing. Overal. En dat raam, zoals op bepaalde andere ramen, gaat echt mooi weg in de muur. Deze kamer heeft ook zijn eigen badkamer. Zo. In de eerste plaats mijn toilet. En weer een grote badkamer met lichtbad. Villa Wijnbosch opnieuw. Ook met ventilatiesysteem natuurlijk. En hier kun je 2 vasks of lavabo's plaatsen. Je kunt nog zelf kiezen. Vierkant of ovaal of rond of rechthoekig, whatever. En dan het kraanwerk. Op naar de volgende grote slaapkamer. De bedoeling van deze tussenstuk is dat volledig in te werken met een kast. En zo kun je voor een deel waskot maken. Maar ik zou het zo niet noemen. Je kunt een combinatie doen van kasten die je wasmachine en droogkast verbergen. En daarnaast ook een soort baar. Een baar voor... all purposes, dat een baar voor dient. De laatste kamer is langs hier en die heeft een heel bepaalde feature wat betreft die een hoek en zo. In eerste plaats is het een schuifdeur die volledig in de muur weggaat. Dan denk je, oké, niet speciaal. Maar dit gedeelte hier, dat is echt wel nice. Ah, het is naar beneden. Zo, dat gaat ook volledig open. Maar dit gaat ook volledig open. Dat is langs hier. Voilà. Dus die hoek dat hier voorheen was, hebben we volledig weggewerkt. Kom mee kijken naar de laatste slaapkamer. Pretty decent in volume. Plaats voor een bed. Ook weer de mogelijkheid om die ingebouwde kasten te maken. En ook deze kamer heeft zijn eigen badkamer, zoals elke kamer. Met opnieuw een wc en dan hier een rain shower.
opnieuw plaats voor opbouw lavabo's. Deze kamer heeft ook toegang tot dit terrasje, langs waar je naar buiten kunt. Maar dus deze kamer heeft een heel speciale relatie met het laatste gedeelte dat we gaan zien. Dat is de centrale patio. Maar langs hier kun je dus naar het dakterras gaan. Dak boven de patio. Dat is eigenlijk hetgeen dat vergund is als terras. Maar dat is ook bewust. Je zou meer kunnen vragen. Maar voorlopig is het terras deze ruime 20 vierkante meter. Die eigenlijk een crazy 360 graden beeld geven over het centrum. Ik zie de gebouwen van KBC, ik zie Upside, ik zie de gebouwen aan de Heliport, de Noordwijk, de Financiëntoren, links daarvan nog Cosmopolitan. Het Koninklijk Paleis kan ik van hier zien. De vlag wappert. En dan het centrum, de hotel, dan wel degelijk. De gebouwen aan de Sainte-Catherine. En dan zijn we quasi rond. Hè. Daar is Brussel-West in de verte. Hierboven met de trap, vast of beweegbare trap. En dan heb je gans dit stuk dat je nog kunt bekleden met bankierij of planken of tegels op dragers. Kan ook. Zo. Nadat we van het dak zijn gekomen, komen we terug in het appartement. En komen we in de laatste luisterruimte die ik u laten zien. We zijn er al een paar keer doorgelopen, maar dit is de patio, of het centrale gedeelte. Kijk, ik ga hier komen staan. Het centrale gedeelte van deze penthouse. En je ziet die grote ramen, ik zal deze nog eens laten zien, maken dat je hier, je kunt die openschuiven, volledig openschuiven, dan zit die bijna buiten. Maar als het dicht is, en omdat je vloerverwarming hebt, heb je heel veel licht, als het koud is buiten, maar toch wel echt een gezellige warme sfeer. Maar kom eerst eens kijken naar die muur hier. Want op veel plaatsen hebben ze toch in het oude gedeelte, zal ik maar zeggen, die ruwe baksteen gehouden. En je ziet die zwarte vlekken op die bakstenen. Ik weet niet of je het goed kunt zien op beeld. Dat laat zien dat die stenen zijn echt gebakken in een oven. Dat is nu, je bakstenen zien er ook perfect uit, maar deze zijn beenhard, oldschool oude bakstenen. Dus dat heeft zijn charme, vind ik. Zo, dat is het einde van deze tour van de penthouse hier in het centrum Brussel. Ik hoop dat je het leuk vond. Volg ons zeker voor meer property tours. En als je vragen hebt over dit, laat gerust een comment na. En tot de volgende. Ciao.